u erbij genomen? Hoe was uw naam ook weer? Mevrouw Cox, gelijk de appels. De naam was ik vergeten, de appels had ik onthouden. Kijk eens in mijn agenda, kijk eens wie de volgende patiënt is. Een zekere meneer Kornheiser. Misschien vergist u, kijk in de agenda, dat is veel beter. Nee, ik had gelijk. Ik ook. U heeft een ontstoken appendicit, ik ga uw amandelen moeten trekken. Als ik een ontstoken appendicit heb, waarom gaat u dan mijn amandelen trekken? Anders krijg ik niet bij uw appendicit. Vergeet mijn appendicit, maar uw belastingaangifte. Mijn wat? Uw belastingaangifte. Het is tijd om uw geld te storten in de schatkist. Ik verbied u, stop daarmee. Wat bedoelde? Je weet goed genoeg wat ik bedoel. Je hebt de stort dan in de schatkist, die zijn we aan het spreken. Ik heb gewoon met een tekst gezegd dat er wat sappig uitkomt, dat kan ik niet aan. Ik kan niet volgen, die laatste regels zie ik in een scenario. Moet niet naar het scenario zien, maar tussen de mond. Ik heb gewoon gezegd wat er staat, zie maar in een tekst. Sorry, maar ik kom niet bij de kinderen wonen. Als je ze buiten hebt gesmeten, komt daar nog iets. Het is gewoon, hè, omdat El Loemis bij zijn familie woont, dat jij pechzijde laat zien dat... Wat is het tweede voorstel? Ik vind het niet in top als ik het zeg, want het is niet zo erg als het klinkt. Zeg eens. Er is een home voor gepensioneerde acteurs aan de zee in New Jersey. Het is zo erg als het klinkt. Ik ben er vorige zondag geweest. Je kunt niet geloven hoe schoon het daar is. Je bent er al geweest. Je kon niet wachten tot ik het voorstel om bij u en uw ellendige kinderen te komen wonen en afgewezen. Ik ben alleen gaan zien, hè. Ik heb niks getekend. Een gesticht voor afgeduid acteurs. Het eerste contract dat je voor mij hebt kunnen regelen in 10 jaar. Wat gaat het nu doen? Mijn neef heeft mij 2 interessante voorstellen gedaan. Ik denk dat ik terug ga kiezen. Serieus, mooi gaan teruggaan. Max, nee, misschien 1 show per week, zaterdag, vrouwen, zo. Hier in staat? Nee, nee, buiten staat. Ah, dat is fantastisch, ja. Kijk mij, hè, deze buiten, hè. En jij? Oh, ik ben heel content. Oh, mijn dochter kan weer bepalen. Ze gaan mijn kamer nodig hebben en ik wil niet in de weg lopen. Dus we hebben het erover gehad. En ik heb besloten dat ik ga verhuizen aan de No. Voor gepensioneerde acteurs van de zee in de shows. We're privileged to present tonight, in their first public performance in over 11 years, for half a century known as the Sunshine Boys, Mr. Al Lewis and Mr. Willie Clark, in their beloved scene, The Doctor Will See You Now.